Yeah, did you got my text or a text through Instagram or not? Oh no, I haven't checked it yet. No problem, no problem. How late can you be ready? Goedemorgen, wat ik jullie niet heb verteld is dat we iets leuks hebben. Jelmer en ik kwamen namelijk een Instagrammer tegen, of in ieder geval hij kwam ons tegen en heeft ons gevraagd om foto's te maken voor zijn portfolio. Natuurlijk zeggen wij geen nee. En ja, we gaan straks dus foto's maken voor zijn portfolio. We zijn nu even de McDonald's en we gaan wat eten, want we hebben honger. Hey, Skill. Hey, Skill. Hey. Dus hier voor mij lopen twee jongens. Hun zijn namelijk voor, ze zijn nu een beetje aan het uitpakken. Ik ga ze straks even voorstellen, dus dat komt allemaal goed. Nu even een paar mooie foto's maken. We zijn nu aan het fotograferen. We zijn dus daar zo een paar foto's aan het maken. We hebben een hele leuke achtergrond eigenlijk, want daar zie je een beetje rook. En dat komt een beetje hier naartoe. Ik heb een neuspetje op en het ziet er gewoon goed uit. Het gaat gewoon goed, denk ik. Jou is het te kijken. Maar ja. Dit zijn de kleine dingen in het leven, jongen. Dit vind ik awesome. Nieuwe mensen ontmoeten, toffe dingen doen in een andere stad. Deze twee jongens achter mij. Ik ga open switchen naar het Engels. Dus yeah guys, could you guys tell a little bit about you too? So yeah. So my name is Emmanuel. This is my brother Tishoni. We are from the US Virgin Islands. We recently moved to New York. I'm a photographer. I'm an aspiring model. He's gonna be a big model soon, so. Yeah, okay, nice. Alle linkjes van hun Instagram, zijn Instagram, staan allemaal beneden hier in de beschrijving. Ik zou zeggen, check deze guys uit. We hebben samen met Jelmer hier nog hebben we foto's zitten maken op Times Square. Dat is fucking awesome. Anyways, check hun Instagram. We zijn eindelijk een model geworden. We krijgen een model certificaat van mij, boys. Ik moet hem alleen even zoeken en nog maken. Oh jee. Wat ben jij aan het doen? Aan het werk. Dat is echt vet, ja. Op dit moment wordt dus de kamer opgeruimd. Ik ben nog even aan het kijken, want er is namelijk heel iets ergs aan de hand. Voor jou niet, of misschien niet anders, I don't know. Is heel raar. Ik weet niet of ik naar Los Angeles kan gaan. Waarom? Omdat het best wel duur is. Ik ga over mijn maandelijkse lasten. Vraag maar aan je ouders. Als je ouder bent, heb je maandelijkse lasten. En dat moet je betalen, want anders heb je een probleem. Als ik naar Los Angeles toe ga, heb ik namelijk niet meer zoveel geld om uit te geven in Nederland. Is niet erg, want ik woon nog gelukkig bij mijn ouders. Maar ja, ik moet ook andere dingen kunnen betalen. Ik heb een bedrijf dat ik moet runnen. Niet dat daarvan ik geld daarin moet steken. Maar ja, het is heel moeilijk. Het is super veel geld wat ik ga uitgeven, want we zijn niet zomaar in Los Angeles. We zijn in Beverly Hills. Ga maar even googlen. Pauzeer deze video. Ga maar even googlen hoeveel het kost als je last minute een freaking hotel gaat boeken in Beverly Hills / Hollywood. Ik bespaar je even de moeite. Dat is gewoon €1000 per twee nachten.
been up just climbing, being up there. They've been up there thousands of times. And it never gets old. In a World Trade Center, meet at 9/11 day. One World Trade Center, and it's just a sort of memorial for the 9/11 towers, for the Twin Towers, actually. Ik ben er wel even stil van, want het is echt heel, heel erg tof om dit zo te zien. Ze hebben het heel goed in elkaar gezet. Ze hebben heel trots eigenlijk op de Amerikanen. En als ze dit gewoon zo eens neerzetten, want dit is awesome. Het ziet er heel mooi uit. Welcome to One World Observatory. To each observer, experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. Nu echt gewoon tegen het glas aan bijna. Ja.